Die heeft iemand gewoon opgestuurd naar mij. Ton Wheels. Nou, hoe weet hij dat? Hij heeft me nog nooit nagezien. Zo, zo! Zo! Wow! To keep on moving. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Oh, ik heb zo goed geslapen. Ik zit zo lekker in mijn vel vandaag. Het is weer tijd om een leuke dag van te maken. Kijk het weer. Het is weer lekker weer. En weet je hoe lang dit er al in zit? Kan je dit zien op de camera? Er zit een piepie gegraveerd in mijn raam al heel lang. Ja. En hij is op ware grootte. Dus die balzak die je ziet, ik heb ook een balzak in de vorm van een hartje. En meer een soort stompje. In plaats van een piemel. Ik weet het. Maar ja, weet je, ik heb wel een Lamborghini. Zo trek je het weer een beetje gelijk. En één ding wat mijn Pimo en mijn Lambo gemeen hebben, is dat ze knijtervies zijn. En met daar jongens, het gaat eindelijk gebeuren. Zet de video op pauze als je de platte grond wil zien van mijn crib. Van mijn tuin. Dit is het ongeveer, definitief, ja, het gaat voor 99% zo eruit zien. Misschien nog wat kleine aanpassingen, but it's gonna happen, you know. It's gonna happen. Ik ga zo even mijn kleine Pimo-auto pakken en dan ga ik naar Okke toe rijden. En dan gaan we vandaag weer een leuk experiment doen voor de vlog. En dan moet ik gewoon leuk vinden natuurlijk met gas en flesjes. Wat je ook thuis kan doen, moet je wel gewoon een beetje oppassen natuurlijk. Maar het is een heel onschuldig leuk experiment wat iedereen leuk vindt. Of je nou 2 bent of 60, die is gewoon gaaf. Dat kan nu nog in mijn verrotte tuin, maar later... In een mooie tuin. Ja, dat wordt ook weer fantastische content, jongen, als we die tuin gaan doen. Dus vergeet niet te abonneren. En we mogen ook gewoon helpen met de tuin en zo. En dat komt natuurlijk allemaal door jullie. Dus dikke shout-out aan jullie dat ik die tuin kan gaan doen. Als het zomaar erin moet ik eigenlijk gewoon een keer een vlog maken. Dat ik gewoon bijvoorbeeld 10 van jullie uitnodig. En dat ik gewoon een poolpark doe met kijkers. Dat zou wel tante ziek zijn. Maar daar denken we nog wel even over na. Oké, ik fris me op. En dan is het tijd om... Dat gaan we opnieuw doen. Ik ga me opfrissen. En dan is het tijd om... Okke op te halen. Okke, kan je mij eens filmen? Kijk, ik heb speciaal een shirt aangedaan die een kijker mij gegeven heeft. Ik dacht, het is perfect voor deze gelegenheid. Kijk, die heeft iemand gewoon opgestuurd naar mij. Ton Wheels. Wat staat hier? Warning. Ik kan niet lezen ondersteboven. Warning, a choking hazard, small penis. Oh, parts. Met een geintje. Las je het echt zo? Nee. Je las het wel. Nee, echt niet. Ik zie het. Hazard, alsof het die voetballer is. Ja. Hazard. Van gevaar, weet je. Hazard. Hazard. Hier Don's Lambo. Het is toch vet dat iemand dat gewoon opstuurt? Ja, One out of 100. Ja, vond ik leuk. Ja. Dus ik weet niet meer wie het opgestuurd heeft, want ik zag hem in mijn kast staan. En denk ik, oh ja, dat is heel lang geleden. Maar dankjewel. Ik denk, jij zegt small penis. Ik denk, nou... ik denk, wat zeg jij, maat? Ik dacht echt dat je het zo las. Kijk. Ik zag je. Small penis. Ja, ik was helemaal in de war. Ja. En ik denk, nou, hoe weet hij dat? Hij heeft me nog nooit nagezien. Hij gaat stuk hoor, jongen. Holy shit. Vind ik mooi. Heb jij nog een leuke avond gehad gisteren met je small penis? Nee, niet met mijn penis, nee. Helaas, ja, ik heb wel een lijpe avond gehad, man. Ja, heb je een lijpe avond gehad? Ja, wat heb je gedaan dan gisteren? Gisteren is bij de Vos geweest. Ja, bij de kroeg. Bij de kroeg. Toen ben ik naar Loods gegaan, dat was het. Oh, bij Roy en zo. Ja, dat is lijp geworden. Ja, die hebben een hele loods omgebouwd. Ja. Maar je bent helemaal naar de kloot. Laat was je thuis. Ja. Geen idee. Geen idee? Weet je bijna wat je gedaan hebt? 4:30 was ik thuis weer volgens mij. Dan vind je het gek dat je niet meer kan lezen. Ja. Zo. Ja. Hoort de vis? Dat zal op de lijn. Ik ga het nooit vervelen. Nee. Waarom de fuck rijd je hier 40 man? Ja. 80! Je rijdt helemaal op de snelheid! Je rijdt in een polder, er is hier helemaal niks! Bij 40 rijden! Hij gaat 40! Kijk eens, jongen. Hij is bijna op die accu, denk ik. Ja. Kijk eens, een mooi poldertje. Ja, mooi hè? Ja, heerlijk. Dat is waar wij opgegroeid zijn. Ja. En dan nu is het tijd voor gas, flessen. Tijd voor rockets. Oké, vroeger nog rocket powers, maar vroeger? Ken jij rocket power niet? Je bent net 19 geworden. Ik ben de laatste generatie. Jongens, er moeten toch mensen zijn die kijken die rocket power kennen. Tita Tovenaar, ken je dat? Ja. Tita Tovenaar, het is maar. Ken je dat? Nee. Nee? Weet je nog wat Jetix is? Maar ik heb er nog nooit van gehoord. Jetix. Jetix. Maar bro. Geen idee. Ik word oud, bro. En ik ben pas 22.
Nee, ik ben niet oud. Ik ben van de andere generatie. We kunnen uitleggen wat we gaan doen, maar het is eigenlijk zo simpel en zo lachen dat we gaan het gewoon doen. En dan weet je eigenlijk al genoeg. Ja. Het enige wat we nog missen is deze knipex. Deze tang. Hoeke, wil jij het voordoen, de eerste? Ik wil het wel voordoen. Is zo goud, jongen. Begin met een focusflesje. We gaan van klein naar groot. Dus ja, we hebben hier, dit is 33 milliliter. Daar beginnen we mee. En dan werken we ons op naar eindelijk anderhalf. Dit is bijvoorbeeld 1,25. Dus oké. Okay. Je bent helemaal blij met je nieuwe zonnebril, hè, maat? Ja, ik ben er blij mee. Oké, okay, do your thing. Do your thing, do your thing. And shake that booty. Ik ben benieuwd of het gelijk de eerste keer lukt. Dus je vult het flesje met gasolina. Dat is gewoon een aanstekergas. Ja? Ja, en dan moet je hem snel omdraaien. Oh, nee, eerst is... Mission failed, we'll get him next time. Mission failed, we'll get him next time. Go. Second round. Kijk dan, zie je die schaduw? Space dan, kijk die schaduw. Ja, ik zie het. Mag zolven. Oké, snel omdraaien. Te weinig water. Ik heb dat nummer in mijn hoofd van... Let's groove all night. Ja, van Earth, Wind and Fire. Weet je wat mooi is van die band ook? Die zijn altijd helemaal in hun element. Snap je? Weet je wat een element is? Elementen, ja. Maar ik snap de woordgap niet. De band heet Earth, Wind and Fire. Ja. Dus ze zijn altijd in een element. Ja. Je snapt hem nog steeds niet, hè? Nee, ik snap hem nog steeds niet. Snap jij het nou wel? Laat het weten in de comments. Wordt koud, jongen. Voel het zelfs hier al, hè? Ja, het is echt koud. Het is heel koud. Waarom wordt het gas koud? Wat staat er weer? Ja, 3, 2, 1. Oh, nee, oké. Okay. Wacht. Oh. Oh, kom op, we willen strakke rockets. Zo! Bro, het gaat ons zwaar lukken. Wij zijn geen opgevers aan maat. Zo! De knetter. Holy shit! Zo, maat. Oh, holy! Zo, die vloog echt uit mijn blaas. Ja. Ik dacht zo... Oké, okay, dat was de eerste. Ja, kijk, nu hebben we zwaar te pakken. Ja. Strakke rockets, hè. Doe die dop recht. Nee. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als we die dop schuin doen. Zo, er wordt zo'n raket. Zwaai. Draai. Draai. En vier. Wow. 20 dames kijken deze kant op. Wil jullie een feestje? Kom maar lekker zo. Oh, jawel. Dat... Ja, hij vloog weg. Bro, hij ligt daar. Huh? Wat? Hij ging later. Had je dat erop? Nee, ik... Hij ging vallen en hij viel en toen ging hij weg. Huh? Oké, jongens, we zijn best wel aan het kutten. En het bloed heet, dus de shirts gaan uit en we gaan het allebei proberen, hè? Bijna tegen mijn hoofd. Wat, dit is gevaarlijk, gast. Dit is, doe een veiligheidsbril op. Ik ga hem gelijk pakken. Het scheelt echt heel weinig. Oké, okay, het lukt nu toch blijkbaar wel. Oké, okay, de tactiek. En moet exact tot het midden. Dat flesje. Exact tot het midden. Zo, die gast. Wat een noot gewoon. Ik was echt veel te laat met bukken natuurlijk. De fles ging langs op en 5 seconden later. Maar weet je wat dat was? Ik deed hem gewoon... draaide hem net gewoon heel tegen traag om. Maar nu... Ik draaide hem net heel traag om. Maar nu moet ik gewoon... Ready for launch! Ready! Oh. Denk oprecht aan dat het aan het gas ligt, want we bij de action hebben gehaald. Dan gaan we zo even naar de plus. Anders ga jij even goeie halen, dan ga ik verder proberen. Dit werkt gewoon niet. Nee, oké. Okay. Ik ga even goed gas halen. Ja. Kijk, dit moeten we hebben. Dit gebruikten we, maar we moeten Atomic hebben. Nou, het staat er letterlijk op. Ready for launch! Zo! Wow! Ja! Ja! Ligt aan het goede gas, bro! Hey, fight! Hoe doe je het nog eens? Ik wil nog een keer. Of bedoel je dat flesje? Wat denk je dat ik bedoel? Raad het. Flesje. Nee, ik bedoelde dit wel. Ja, gespierde spijker. Zo! Ja. Ik weet niet of het uit de kop ging, dat ding. Ja. Het lukt, het ligt echt aan het gas. Het ligt echt aan de gas. Ja, maar dit is gewoon beter gas. Dit komt bij de supermarkt vandaan. Gewoon uit de peukenafdeling, weet je wel. Dat schuiven en ding. En deze troep komt vanuit de actionschappen. Dus kwaliteit is beter dan kwantiteit. Dit is ook ultra clean gas. Hoe weet je dat? Staat erop. Ultra clean gas.
Oh ja, dat staat er wel op, ja. Oké, even de uitleg hoe dit kan, de wetenschappelijke uitleg. Butaangas dat je vast hebt, dus wat er in dit flesje zit, dat is vloeibaar gas. Als dat in contact komt met het warme water, we doen lauw water in dit geval, wordt het normaal gas. En normaal gas heeft meer ruimte nodig dan vloeibaar gas. Want de moleculen in normaal gas bewegen veel sneller dan in vloeibaar gas. En omdat het meer ruimte nodig heeft en het kan nergens heen, gaat het flesje dit afstoten en krijgt een soort explosie-effect. Is het duidelijk? Oh, dan niet. Gaan we deze beerplappen proberen? Ja, we gaan die. Beerplappen. Die gaat ook sowieso lukken, gast. Ik hoop het. Lekker vol. Wow, joh. Zo. Weet je waar ik hier van trekking krijg? Een raketje. Zo. Zweet. Zo, de knetter is zitten. Daar is die. Zo, dit is echt goed gas. Dit is echt goed gas. Zo, ik schrok helemaal. Ik dacht, oh, gaat die. Mag ik de een bij jou dat jij zo staat en dat ik hem zo onder je kont losla? Nee. Oké? Stel je voor, gaat net iets naast je kont bij je ballen. Zo. Nee? Jij? Nee, voeg dat je. Ik zit te twijfelen. Waarom? Ik twijfel. Of ik het zou doen. Wat nou, als hij zo hard gaat dat hij gewoon je anaal penetreert, dan ben je echt een pizo, hè? Dan is hij wel weg, dan zit hij in mijn lichaam. Ik ga uitscheiden. Ja. Je hebt in je rug zitten krabben ook. Ja man, ik heb echt jeuk minimaal. Overal. Helemaal rood, ouwe. Ja, ik heb nog steeds jeuk gewoon. Ja, waardoor? Gewoon zomaar. Heel vaak, als ik zo lang mijn shirt heb aangehad en ik doe hem uit, heel snel jeuk. Echt? Ja. Oké, lanceer hem. 1 en 2. Zo! Dat leek wel een cruise missile, gek. Ja, Kate, weet je wat dat zijn? Die gaan zo en dan blijven ze gewoon zo zweven. Holy shit. Fuck, zie ik dit, hè? Dat is een raket waar we net aan het kijken waren, weet je. Op YouTube, ja. Een javelin heet dat. Jong. Nou, waarom zit er niet meer kracht achter? Nou gaat die lukken. Dat gevoel heb ik ook. Ja. Dit is gewoon een strakke rocket. Ik voel het gewoon aan mijn water. Zo. Je knet, ik ben heet. Man, dit is niet normaal. Holy shit, en we zeiden het nog, ja, hè. Ja, even, weet je wat hem stopte? Gewoon een boom. Hè? Ja. Oh, wait. Hier loopt hij heen, ergens tussen de wanden. Oké, okay. Daar ligt hij. Hij kwam ijsschoon. Ja. Echt? Ja. Bam. Oh, lekker, dat is zo warm, dat is echt lekker koud, gast. Ja. Het water, wat, kijk, het is helemaal bevroren, hè? Ja. Lekker een schimmel. Ah. Okay, we gaan nu een grote cola fles doen. Het gevoel dat deze ook wel kan werken, eventueel. Ja. Die zat te vol, man. Hij was te zwaar. Hij was veel te zwaar, ja. Hé, maar die werkt ook, dat is handel. Kijk, deze moet werken, ik voel het. Zo! Wow! Maat, ik ben helemaal nat. Zo, alweer gewoon. Ja. Elke keer gaat hij naar me toe of zo. Ook al doe ik hem recht, dan gaat hij gewoon... Maat, hij is niet normaal, hij hangt in die boom. Ja, wacht. We gaan even kijken. Zie jij hem? Hij is gevallen, hij ligt daar. Daar. Oh. Daar ligt hij. Nou, mission complete. Zo, de knetter, hè. Hij is helemaal doorweekt gewoon. Nou, wil je dit thuis doen? Het is sowieso een aanrader om een bril op te doen. Dat sowieso. Ja. Ik zou het eigenlijk sowieso zeggen, doe het eigenlijk beter thuis niet. Nou, maar als je dat gaat doen, doe een bril op en zorg dat je zuiver gas hebt. En dat je dan een plek doet zoals dit. Gewoon waar je ruimte hebt, niet tussen de auto's of iets. Dan toe zie ik dit. Ja, hè? Als je waar kan zitten, denk aan zo'n kantoorfles. Die ondersteboven in zo'n apparaat zodat je water kan tappen. Zo'n hele grote fles. Zo'n harde, weet je, zo'n ronde. Ja. Als je die zou vullen, hè, dan is het gewoon... Dan wordt het de volgende missie. Als die op je hartstikke terug naar beneden komt. Zo. Dan ben je... heb je echt goede voeten. Ready for launch. What the fuck? Ik ben me helemaal zeiknat. Ik ben ook. Waar is hij? Hij is over de boom heen. Echt? Ja, hij is over de boom heen. Zo, holy shit. Gek. Helemaal doorweg. Holy shit, gast. Aquaman. Dat is helemaal blijf. Aquaman. That's my favorite one. Ken je die niet? Nee. Nee? Nee. Als je zo'n je krijgt een poppetje en zit die Aquaman, that's my favorite one. Ken ik niet. Ik ben helemaal doorweekt. Ik weet niet of deze gaat werken. Ik denk dat het de laatste is. Nee. Oké, jongens, het is op, het is op, het is op. Wow.
Het is tering leuk. Ja, ik vond echt het ook zo leuk. Wauw. Helemaal blij. Ja. En de aankomende tijd zat er heel veel gekke content gepland. Morgen gaan we onder andere een jacuzzi maken met alle bierkratten. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Het is weer tijd om te knallen naar mijn tuin. Jullie weten wat er allemaal aankomt. Vergeet ze niet te abonneren, want aan is nergens, Martie. Als ze dat willen dan ook. Als ze niet willen abonneren omdat ze een kutkind vinden, ook best. Weet je, meningen verschillen. Ja. En anders niks. Ja. Okke zegt, dit is leuk voor de video. We halen net, we zijn de vriezer aan het opruimen, dus we halen oud pilsen uit wat er nog in ligt, maar dat staat bijna op klappen. En kijk, nu halen we ze eruit en dan zie je ook dat het helemaal eruit borrelt. Ik zeg, ja, we maken het glas kapot, dan heb je een ijsbiertje. Yeah. What the fuck? Ik zeg, ja, dat is goed. Echt een okke idee. Ja. Heel voorzichtig tikken en als het je lukt, ouder, vind ik het echt knap. Oh, oh, oh. Okke jongen. Okke met zijn geniale ideeën. In het kopje. Klik hem erop. Fantastisch, maat. Neem een slokje. Het ziet er best wel cool uit als zich. Zo, steek hem aan. Ik wou ze ook maken. Laat zien. Okke moet eigenlijk even een slokje nemen, alleen zit allemaal glas op. Ja. Ja, kan alsnog. Maar dan scheid je heel pijnlijk, denk ik. Maar eigenlijk wil ik hem nu vol kapot gooien tegen de muur. Kijk, dit noem je, dit is bij de Heineken winkel wat je hebt, weet je wel, aan de muur. Volgens mij zijn er allemaal dingen tegen elkaar aan het zeggen al de hele dag. Ja, wat alleen jij weet en ik niet. Ja, die geeft gewoon geen antwoord. Ja, leuk op de Heineken muur, bij de Heineken winkel, ook gewoon. Ja, geen idee waar je het over hebt. Daarmee bedoelde ik, dat was de vlog. Heel erg bedankt voor kijken naar deze vlog. Wees er morgen bij om 5 uur met de jacuzzi. Wordt knijters dik. Wordt een leuke vlog. Dus ik zie jullie morgen. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is: gouden stenen passen niet in je adems.